Dag lieve kijkbuiskinderen, welkom op mijn YouTube kanaal, hashtag meesterbos gaat los. En vandaag gaan we het hebben over taal en vandaag staat er woorden, spreken, luisteren opdracht centraal, les 3 namelijk. En dat les 3 gaat over een interview en daar zijn jullie al best wel goed in, want daar heb je een vlog over gemaakt. Vandaag is de opdracht wat korter en wat simpeler. Ik loop zo meteen een notitie met je door en vervolgens kun je eigenlijk zelfstandig les 3 maken. Zolang je maar zorgt dat je goed de praathulp volgt en de opdrachten op je Chromebook. Dan kun je je helemaal zelf redden. De notitie van vandaag, die gaan we even bekijken. Je leert hoe je een interview afneemt. Nou, dat weet je eigenlijk al. En je leert wat praatsoorten zijn. Dat is misschien nieuw voor je. Dus daar gaan we het over hebben. Een praatsoort is een voorbeeld van een van de volgende dingen. Een telefoongesprek, een interview, een spreekbeurt, een tekstbespreking, het bespreken van een tekst of een voorleesbord. Deze les gaat dus over het interview, maar er zijn veel andere vormen die je in groep 7, maar ook in groep 8 tegen gaat komen. Voor vandaag is de opdracht heel simpel. Maak les 3 op je Chromebook, hou de notitie bij de hand. Denk eraan dat een sturend interview een interview is waarbij je probeert iemand iets te laten zeggen. Of waarbij je hoopt op een bepaald antwoord. En zorg dat je deze les dus maakt op je Chromebook. Het interviewtje dat je gaat afnemen, dat doe je met iemand anders. Dat mag een opa, oma, papa, mama, broertje, zusje zijn. Je mag ook natuurlijk de meet gebruiken om de opdracht met een klasgenoot uit te voeren. En het interview dat jij gaat voeren moet gaan over een hobby van iemand. Ik wens je heel veel succes vandaag bij deze les. En ik zeg ciao.